ik zoek heel erg naar beeldende elementen in mijn muziek. En dat kun je doen door natuurlijk heel erg specifiek om te gaan met orkestkleuren. Dat bijvoorbeeld, je hoort uiteindelijk één gebaar, maar het bestaat uit meer instrumenten. Een instrument dat het gebaar aanzet, een instrument dat het gebaar uitrekt. Hoe groter je bezetting is, hoe makkelijker dat wordt. Hoe meer je kunt spelen met dat soort hele kleureigen instrumentale elementen. I always find that a good piece, it's like a theater piece, and this is definitely one of those. And you can go through the theater play in a way. So it's very much about, in German we say inszenieren, so to stage something, and that's what we do. The moments where the solos are alone, the whole bow is alone, the clarinet is alone, I think they can all be a little bit more up in tempo, okay. For my feeling. Putting many fermatas in the piece and suspensions in the score, that leaves you the possibility to actually shape it in the time. Hoe zo'n heel symfonisch werk van begin tot einde ook een soort van organisme is in de tijd, dat is heel moeilijk voor te stellen. Dat ik wel echt geloof in dingen die heel duidelijk werken in bijvoorbeeld een orkestwerk of dingen die onbewust een werking hebben. Die een richtingsgevoel merkbaar maken voor het luisteraar. En waardoor je dus vooruit wordt getrokken in de tijd. Dan blaas je leven in zo'n stuk.